Nou, ik sta hier bij mijn eigen expositie. Ik probeer mensen naar binnen te halen. En dat is een expositie met foto's van mensen op de markt die ik de afgelopen zomermaanden heb gemaakt. Ik ben ermee begonnen in mei of zo. Ik ben gewoon wat foto's gaan maken, want ik hou van straatfotografie. En toen op een gegeven moment leverde dat wel een aardige serie op. De marktkooplui waren ook nieuwsgierig. Van, die dachten van, god, wat doet die vent hier de hele tijd met die camera? Heb ik ze laten zien en ze waren heel enthousiast. En toen hebben we samen het plan opgevat om er iets mee te doen. En dat is deze tentoonstelling geworden. Moet ik er even bij zeggen, het is eigenlijk een audiovisuele tentoonstelling. Want er is ook muziek bij en een geluiden van de markt. Dus je komt helemaal in de sfeer. Ik sta hier nu, dus donderdagochtend. Zaterdag sta ik er weer, 's ochtends en 's middags. En dan over een week of twee sta ik er weer twee keer. Ik had wel hier stoelen neergezet. Ik dacht van, nou, daar kunnen mensen rustig gaan zitten. Maar de meeste mensen die blijven even staan. En soms kijken ze het helemaal uit. Het duurt ook bijna 10 minuten. En ik heb over belangstelling niet te klagen. Misschien moet je een borreltje als lakkertje. Dat is een goed idee. En dan haal ik daar ginds. Daar kun je makrelen halen gratis, heb ik begrepen. Dus misschien ook wel interessant voor de mensen om daarom alleen al voor naar de markt te komen. En dan die makreel hier lekker op te eten.